Ja, het is weer zoiets. Dit is natuurlijk het moment dat je richting de prijsuitreiking komt. Richting de bekendmaking wij een jaar lang met de titel TVK-winnaar van 2013 door het leven mag gaan. Maar voor tot verdomme met beginnen wil ik ook even vragen of alle finalisten ze alweer richting de kant willen gaan, zodat we ze dadelijk allemaal één voor één het podium op kunnen vragen. Dat zometeen, maar eerst wil ik even aandacht voor Pascal en Wim. Kom er even bij. Ja, de mannen van de organisatie gewoon lekker tussen u instaan. Want ja, het wordt echt een feest hier, Pascal. Wie kijkt zich terug op deze avond? Ja, geweldig. Ja, wie die luizen gaan amuseren. Heerlijk. Dat kan ik me voorstellen. En ik zie dan een heel groot bord van druimen van Vastelovend. Maar dit is toch eigenlijk ook een grote druim wat voor dicht werkelijkheid is geworden, of niet soms? Helemaal gelijk. Dit is het ding van Pascal en mij in de druim. Toen we er 4 jaar geleden aan begonnen, hebben we dat nooit gedacht. Dit is in de druim, ja. Het is werkelijkheid geworden. Absoluut. Mannen van de organisatie en natuurlijk ook alle anderen. Hartstikke bedankt voor de goede organisatie. En Gerard Troop voor gezegd dat dit een prachtig feestje kan sweren. Dank jullie wel. Ja, en mannen, Vergon, Gerard blijft natuurlijk hier lekker staan. Maar verzachten het al, 14 mensen hebben ook een hele zware taak gehad. En dat zijn natuurlijk de juryleden. En die gaan voor ook op de bühne roepen. Mag ik een groot applaus voor de juryleden? Daar komen ze gans langzaam. Want ja, ze hebben natuurlijk ook een zware opdracht die ze net drogen op hun showers. Jongens, je mag ze wel een groot applaus geven, hè? Dat hebben ze wel verdiend. Alle 14 stuks, en ik moet zeggen, ze zijn er nog helemaal fris en fruitig uit. Dat hou ik niet verwacht. Ja, daar stond ze dan. En ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Want Patricia, ik ben een beetje de woordvoerder van alle juryleden. Wie wordt het vandaag? Wordt het een beetje spannend voor u? Of wordt het toch echt een terechte winnaar was ze van zes? Van, dat was zo duidelijk. Maar ik kan me dat niet voorstellen, eerlijk gezegd. Nee, als ik heel eerlijk ben, alle juryleden worden het er met eens dat het niveau dit jaar zeer hoog is. En een zeer goede kwaliteit. Aan leedjes geleverd aan TVK. Super, echt heel mooi. Dus het wordt ook heel moeilijk. En ik kan maar één ding zeggen wat een klein beetje zegt over de puntentelling. En dat is dat het verschil tussen nummers 1 en 2 op 11, op daadwerkelijk 11 juryleden, 1 heel puntje wordt. Dus te wel zeggen tot tussen nummer 2 en 1, maar 1 punt voor Silze. Oeh, dat maakt het wel extra spannend. Maar het is u dus geluk om te beraden en dus inderdaad de terechte winnaar ja, bekend te maken. Maar dat gewoon ik dadelijk doen. Juryleden, hartstikke bedankt voor uw komst. Hartstikke bedankt voor uw inzet. Je blijft hier lekker op het podium staan. En ik hoop dat we u volgend jaar weer mogen begroeten. Dankjewel. Ja, en zonder die juryleden natuurlijk geen TVK. Maar zonder finalisten hebben we graag in het TVK. Morgen een ontzettend haal en daverend applaus voor alle finalisten. Zoveel finalisten dat ze nog bijna niet op de bühne passen. Maar dat gaat allemaal lukken. Wat een gezelligheid hierboven. Super gaaf om te zien. Ja, ik kom toch eventjes hierbeur staan. Zijn voor allemaal compleet. Ook de dames erbij. Kom lekker erbij. Ja, zijn voor compleet. Goed zo. Nou, ik ben wel heel erg trots dat ik tussen al die kanjers in mag staan. Want dat zit je toch met me eens, hè? Zijn het kanjers of niet die achter me staan? Ja.
Kom dan lekker bij, kom dan lekker bij. Ja, en ik zag al, dit is natuurlijk het moment dat het heel spannend gaat worden. En ik ben heel erg blij dat ik niet de enige ben die daarvoor staat om de prijsuitreiking dadelijk bekend te maken. Daarvoor kreeg ik hulp van gedebuteerde van cultuur, Noël Lebens. Meneer Lebens, kom er eens bij. Geer als gedebuteerde van cultuur. Is dit cultuur of is dit geen cultuur? Dit is geweldig. Dit is een evenement dat wat mij betreft niet verloren mag gaan. Het duurt inmiddels al 2 dagen. En dat voor één prijs, dus is geweldig. Wat toen ze net al zei, ze wat ze net al werd gezegd. De kwaliteit is geweldig. Ik heb al metgezongen, dat hoort je. De kwaliteit is geweldig, de sfeer is geweldig. Dit kent niet kapot gewoon wat mij betreft. En nu bestaat het TVK al 4 jaar. En volgens mij groeit de kwaliteit ook elke keer weer opnieuw, hè? Ja, ik denk dat het LVK zich zorg moet maken dat wat vandaag hier op de planken ten toon is gesteld, dat best LVK waardig is. En wat dat betreft denk ik dat we het LVK met het TVK goed kunnen voeden. En wat dat betreft denk ik dat we vandaag kwaliteit hebben gezien, maar vooral ook heel veel spas hebben gemaakt op de bühne en in de zaal. En dat is wat we natuurlijk verstaan van het TVK en de vastelovend. Het allerbelangrijkste is natuurlijk spas maken met z'n allen. En dat heb je inderdaad heel erg bewoord. Maar meneer Lebens, en ons de hele zware, mooie en grote taak. Want veel mogen het eigenlijk bekend gaan maken, hè. Maar we beginnen met ene prijs. En dat is de originaliteits, tiener originaliteitsprijs. En wij worden hier nu de meest originele, en wij hebben nu de meest originele act op deze bühne gebracht. Weet Gerrit? Ik weet het wel, maar zeg doe het maar. Oké. Jongens, zet je de klok voor. De tiener originaliteitsprijs. Gerrit. Kent je goed? Jodelen? Want hij gaat naar Oost-Maland. Niels en Kai. Kom naar buur! Zelfs nog met de baard in de keel weten ze de originaliteitsprijs met een hoesje nummer. Mannen! Joehoe! Wie vult dit nu? Super! En voor dicht dan? Heel erg onverwacht. Hey, en dan hoort je natuurlijk al die fans, hè, want daar is een hele bus metgenomen. Die hoort je natuurlijk allemaal bedanken, hè. Dat wordt één groot feest, hè. Eén groot feest hier. Ja, hier natuurlijk. In Heel, maar ook strak in Oost-Maland. Jongens, deze prijs heb je al in de pocket. Proficiat! Ja, grote klasse vanuit Oost-Maland. Ja, de originaliteitsprijs. Dit is voor u. Jongens, dank jullie wel. En dan gaan we natuurlijk naar de echte winnaar, hè, van dit TVK 2013. We beginnen natuurlijk met iedereen is vierde geworden. Dat is al mooi om te weten. Maar dan gaan we naar nummer 3. Ja, nou wel, dan wordt het spannend, hè. Nummer 3. Wat zou ik eens zeggen? De nummer 3 gaat naar het mannelijk schoon. Ja, die mannen doen het goed vanavond. En nummer 3, ze noemen de woonplaats, benoemden ze als het Manhattan uit Limburg. Ja, nummer 3 is geworden vandaag, de Toepense uit Bocholt. Mannen! De derde prijs geeft op Bocholt. Mannen, het is een geluk. Want je zag al voor Willen dit en daar in de prijzen vallen. Hè? Je wordt niet 4 keer 4 uur. En hoe derde? Wat deed dat met u? Geweldig. Geweldig. Dames en heren, de Toepense. Heerlijk, hè? Meneer Lebens, kom er weer bij.
Ja, het is elke keer even plaatsmaken voor de winnaar, want ja, ze hebben het natuurlijk wel verdiend. Nu hebben we, ja, iedereen is nummer 4, we hebben nummer 3, we hebben de originaliteitsprijs al uitgereikt. Nummer 2. Wat gewoon ik zeggen? We hebben de mannen al in de prijzen gestoken. Deze keer is het een dame. Nou, dat zijn als veel. Toch? Zit overal wel een dame tussen? Dat mag ik zeggen. Weet je wat dit plekje ligt? Waar ligt dat ergens? Noord-Limburg. De prijs gaat naar Noord-Limburg. En het wordt een hele mooie dame, zag ik. 13 jaar als ik het goed heb. De tweede prijs gaat naar Sia Mooren. Kom naar voren. Ik weet niet wat ze best. Ja, gefeliciteerd, Sia. Het gaat mee alle kanten met de vaste logistiek. Higgins. Ik ben weer vaste lovend. Drie dagen lang ben ik erbij. Ik ben weer vaste lovend. Ik heb het zo naar mijn zin. Ja, van harte gefeliciteerd, Sia. En voor, ook voor jou wordt het natuurlijk een grandioos feest vanavond, hè? Zeker. Zeker weten. Nou, en alle fans vieren lekker met jou mee. En zo zie je maar, hè, dat het ook wel gewaardeerd wordt als je vanuit Nederlandse taal, dus vloeiend Limburgs, gaat leren voor hier op het TVK een mooie prestatie te leveren. Dankjewel, Sia, en geniet van jouw overwinning. Ja. Nu is eigenlijk het moment waar het allemaal om draait, hè? Meneer Lebens, de nummer 1. Heb je al een beetje zo'n vuurgevoel of niet? Ja, ik heb het blijtje al mogen zien, dus bij mij zijn de zenuwen weg. Maar ik denk dat die achter die heer van u het toch enorm aan het kriebelen is. Wie gaat het die achter? Heb je het een beetje onder controle? Nee, echt niet. En wie gaat het aan deze kant? Het vuur brandt van binnen, hè, toch? Ja, het vuur zit aan de schenen, maar dat staat nu bij iedereen op dit moment. Maar wij gaat als grote winnaar hier vanavond met de mooie grote beker naar vuur. Maar ik vind dat erg klein, hè, voor de... Ik zou die in de hand pakken. Die mogen ze houden, maar die willen ze uiteindelijk in de hand hebben, meneer Levens. Zo voor de eens even... Er is zwaar, ik weet het. Kunt je het handelen? Dan ga ik van het moment gebruik maken. Dames en heren, de grote winnaar van het TVK 2013. Gert Noor. Wat hoor ik dan? Ja, je wilt hem allemaal hebben, maar dat kind niet. Ik ga een verlossende woord geven. Niels en Kai. Proficiat! Ja, kom erbij! Mannen! Ik heb een goed idool, de metke zoet Tirol. Die leerde mij het joden, alleen niet op een schoon. Ik jodel puur vooral, op het vaste op een spal. Wat zit hier bofkont? Ja, ik kon het weer vragen. Had je dit ooit verwacht en wat gaat er op dit moment door hier? Ja, sowieso die eerste prijs neer en dan nog eens twee prijzen krijgen. Ja. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal, maar je hebt hem wel echt verdiend. En aan deze kant, ja, het is wel fijn dat je hier in één hoes woont. Hè? Want dan kan je daar natuurlijk een bijzonder mooie plekje geven. Ja, ja, dan krijg je ook geen vregel, hè? Je krijgt geen vregel en baard in de keel of niet. Deze mannen presteren gewoon. En zie mogen zich dus een jaar lang de winnaar TVK 2013 nummer. Proficiat! Ik heb een goed idool. De metke zoet Tirol.
te pakken, het jodelen te pakken. Van jodelaar en jodelier, want ik ken zieke zakken en nog geen achtertakken. Alleen maar jodelaar en jodelier, het jodelen te pakken, het jodelen te pakken. Die 3 miljard al krankjes in de zie, met al de jodelaar en dan weer jodelier. Ik wil wel stoppen, maar ik weet niet wie. Jodelaiti, jodelaiti, jodelaiti. Die metke zoekt die rol, schoenenhoeven op de stoel. Die hebben die gelier, wie mij was te lovend vier. En met gaat stomme kou, lucht je jodel duur verouw. En als vier stoelen te jodelen. Vooral 3 en begin wel weer van onderaan. Mich het jodelen te pakken, het jodelen te pakken. Van jodelaar en jodelie, voor mij geen zieke zakken en nog geen akketakken. Alleen maar jodelaar en jodelie, het jodelen te pakken, het jodelen te pakken. Die 3 miljard al kraantjes in de zee, met al die jodelaar. En dan weer jodelie. Ik wil wat stoppen, maar ik weet niet wie. Vul ik de jodela, of vul ik jodelie, of vul ik Lenders in de Brie. Mich het jodelen te pakken, het jodelen te pakken. Van jodela en jodelie, wil mij geen zieke zakken en ook geen achtertakken. Alleen maar jodela en jodelie, het jodelen te pakken, jodelen te pakken. Die 3 miljard al krankjes in de zee, met al die jodelaar en dan weer jodelie. Ik wil wel stoppen, maar ik weet niet wie. Ik wil wel stoppen, maar ik weet niet wie. Ja, meneer Scheer, ontzettend bedankt. En ik zie u volgend jaar waarschijnlijk weer terug. Dankjewel. En ja, voor de dames en heren toe. Veergoed nu afscheid van het nemen. Want veergoed hier natuurlijk ja, een geweldig groot feestje geven. Helaas moeten we van u afscheid nemen. Ik hoop dat Geer hebt genoten. En ik wens u toe allemaal een ontzettende fijne vastelovend. Allah!